Uitwerking aerogel. Opgave behoorde bij het examen HAVO 2016, tijdvak 2. Nou, een heel groot verhaal weer. Doe ook meteen in de vragen bij. En aan jou natuurlijk de taak van lees het even door en schrijf alle gegevens op die van belang zijn voor deze vraag en wat wordt gevraagd. Dus even op pauze drukken en dan gaan we verder. Want als het goed is, heb je aangekruist de afmetingen van de plaat, dus 1 cm dik, 3 meter hoog en 1 meter breed. De massa van zo'n plaat. En dat het was vergeleken met een plaat gips. En gevraagd tenslotte van, hey, wat zou de massa van die gipsplaat kunnen zijn? Als de rest gelijk is aan die van aerogel. Wel, even alles op een rijtje. Diktes, hoogtes, breedte, massa van aerogel en wat gevraagd wordt. De massa van gips. Nou, massa van gips wordt gevraagd, dus heb je iets over die massa nodig en dat doe je natuurlijk met BINAS. De dichtheid van gips, nou, gegevens van vaste stoffen, nou, daar staat al, tabel 10. En daar staat de dichtheid, die is 2,32 keer 10 tot de macht 3 kilogram per kubieke meter. Oftewel, als ik nu weet hoeveel gips ik heb, dan kijk eens aan, daar staat het al, hè, volume, gewoon lengte keer breedte keer hoogte. En let op, hè. De dikte was in centimeters, maar je moet wel gelijke eenheden gebruiken. Dus doe die dikte ook eventjes in meters. Dan weet je dus dat ik 0,03 kuub heb. En dan bereken je de massa met dichtheid keer volume. En ook niet vergeten met BINAS dat die 10 tot de macht 3 er nog boven staat. En dan heb je 70 kilogram en de punten zijn weer verdiend. Op deze manier. Bereken van het volume, natuurlijk wel met de juiste eenheden. Daarna gebruik van de dichtheid met de juiste waarde van de dichtheid met die 10 tot de macht 3. En tenslotte completeren van de berekening. Verder. Ja, we gaan natuurlijk verder met dezelfde gegevens. En weer een stukje tekst. En gevraagd wordt hierbij de warmtestroom. Oké, dus wat zijn de gegevens? Gegevens zijn dat aan de buitenkant de platen een temperatuur hebben van 833 graden Celsius. Aan de binnenkant, ja, een stuk lager, namelijk slechts 53 graden Celsius. En de warmtegeleidingscoëfficiënt van aerogel wordt ook gegeven 0,02 of 0,020 watt per meter per Kelvin. En tenslotte gevraagd de warmtestroom. Alles op een rijtje. De twee temperaturen. De warmtegeleidingscoëfficiënt en wat gevraagd wordt per plaat. Nou, de warmtestroom wordt gevraagd. Ik hoop dat je het in ieder geval nog weet. En anders zoek het even op bij warmte in BINAS. En dan zie je dat de warmtestroom kun je berekenen met warmtegeleidingscoëfficiënt maal het oppervlak van de plaat. Maal temperatuurverschil tussen de twee weerskanten van de plaat. Gedeeld door de dikte van de plaat. Kortom, oppervlak is hoogte keer breedte. Temperatuurverschil is temperatuur tussen die twee. En het maakt niet zoveel uit als je nog graden Celsius of Kelvin gebruikt. Want voor temperatuurverschil is graden Celsius of Kelvin gelijk. 1 graad Celsius omhoog is ook 1 Kelvin omhoog. Dus 87 graden Celsius is ook 87 Kelvin. Alles combinerend, invullen, krijg je. En let op, hè, voor de dikte die 1 centimeter weer in meters. Krijg 4680. Kijk even naar significantie. Twee cijfers significant. Dus 4,7 keer 10 tot de macht 3 watt. En wat voor punten kun je krijgen? Hier staan ze alweer. Juiste formule gebruikt met de juiste waarde voor lambda. Die was gewoon gegeven natuurlijk. Gebruik van delta T. 780 Kelvin, maar 87 graden Celsius zou hier ook goed zijn gerekend. Juiste dikte in meters. En tenslotte het completeren van alles. We gaan weer verder. Ja, eventjes lezen. En dit wordt gevraagd. Nou, ja, kijk eventjes en denk even goed na. Van, hé, wat is gegeven? En wat kun je dan wegstrepen? Want daar gaat het eigenlijk om. Ja, nou, allereerst staat er in een stukje erboven. Dat lucht is een slechte warmtegeleider. Nou, dat betekent dus, is een warmtespot via geleiding? Nee dus. Oftewel, C kun je wegstrepen. Verder staat ook
dat je mag aannemen dat de lucht stil staat. Nou, als die stil staat, kan er niet stromen. Kortom, B kun je ook doen, wegdoen. En ja, kijk, is een warmtespot in een met lucht gevulde spouw, ja, er gaat altijd wat warmte verloren natuurlijk. Dus D is ook niet, oftewel, je hebt in feite alleen maar straling. En dat is hier het juiste antwoord. Je kon hier 1 punt mee verdienen door A als antwoord te nemen. Een plaatje erbij. Kijk eerst eventjes naar de tekst. Even doorlezen, even op pauze drukken. Ik ga natuurlijk wel gewoon verder. Gevraagd wordt van, hey, zijn een aantal uitspraken. Zijn die waar of niet waar? Maar kijk eerst eventjes gewoon naar het plaatje. Als je het plaatje kijkt, dan zie je dat de begintemperatuur, dus de temperatuur aan de buitenkant, natuurlijk voor beide muren gelijk is. En hetzelfde met de binnenkant. Ja, aan de binnenkant is de temperatuur ook gelijk. Wat wel verschillend is, is de temperatuur bij aerogel aan de binnenkant van de spouw, aan de kant van de buitenmuur, is die -9 graden. En als je bij de andere, dus als hij met polystyreen is gevuld, is hij -8 graden. En daarboven, hè, bij aerogel, is de temperatuur dus binnen de spouw gestegen van -9 naar 17. En bij aerogel is hij gestegen van -8 naar 16. Goed, nu kijken we even naar de uitspraken. Dit zijn uitspraken en de eerste uitspraak is: de warmtegradiëntcoëfficiënt van polystyreen is groter dan die van aerogel. Nou, laten we even rustig bekijken. Het plaatje kan wel even weg. Zo, nou, die van aerogel, die was gegeven. Hè, was in de vorige opgave, die is daar 0,02. En polystyreen heb je natuurlijk binnens voor. Nou, je zoekt weer op tabel 10, polystyreen, en zie je dus dat daar de warmtegradiëntcoëfficiënt 0,08 is. Kortom, de uitspraak is waar. He, want polystyreen is duidelijk groter, 0,08 is 4 keer die van aerogel. We gaan naar de tweede. Temperatuurverschil over spouw met polystyreen is groter dan bij aerogel. Nou, kijk maar naar de figuurtjes. Bij aerogel is het temperatuurverschil 26 graden, van -9 naar 17. En bij polystyreen is je 24. Nou, even kijken wat er wordt gevraagd. Is bij polystyreen groter dan bij aerogel? Nou, hè, hier is hij 24 bij polystyreen en daar 26, dus hij is hier kleiner. Kortom, de uitspraak is niet waar. Dan de warmtestroom tussen binnen en buiten is voor beide muren gelijk. Warmtestroom, wat was het ook alweer? Ah, ja, deze weer, hè. P is warmtegradiëntcoëfficiënt maal oppervlak maal temperatuurverschil gedeeld door de dikte. Nou, eerst eventjes die warmtegradiëntcoëfficiënt. Die hebben ze net opgezocht en daar wint polystyreen er duidelijk van. 4 keer zo groot. Dus de warmtestroom is 4 keer zo groot als die van aerogel. Althans, als je alleen naar de warmtegradiëntcoëfficiënt kijkt. Want je hebt natuurlijk ook de temperatuur en daar wint aerogel het van. Die is hoger dan die van polystyreen, maar het verschil is niet zo ontzettend groot, dus de warmtestroom is ook niet zo ontzettend veel groter dan die van polystyreen. Dan A en D, nou, die waren in beide situaties gelijk, dus daar hoeven we niet naar te kijken, naar het verschil. Dus in totaal zal polystyreen een grotere warmtestroom hebben dan die van aerogel. En als je naar de formule kijkt, althans formule naar de uitspraak kijkt, zie je dus dat die uitspraak niet waar is. Nou, is polystyreen een beter isolator dan aerogel? Nou, kijk eens wat hier staat. De warmtestroom is groter dan die van aerogel. Betekent dus dat polystyreen meer warmte doorlaat, makkelijker warmte doorlaat, dan aerogel. Kortom, het is totaal niet een beter isolator, dus deze is ook niet waar. Nu heb je alles ingevuld. Even kijken hoe de punten waren. Ah, kijk. Je kon 3 punten verdienen als je alles goed had. Helaas, als je maar 1 goed hebt, heb je geen punten. Je moest minimaal 2 goed hebben. Goed, dat was het weer. De hele opdracht. Bedankt voor het luisteren en tot horens.